Yes, jullie luisteren nu naar de Balans Podcast. Mijn naam is Romario Martins, ook wel bekend als Promario, en ik wil jullie allemaal bedanken voor het feit dat jullie naar nou luisteren. Oftewel, ik wil jullie bedanken voor alle support. Ik zie gewoon berichten binnenkomen. Ik zie ook hoe de statistieken voorstaan met de met de podcast. Maar in ieder geval, nogmaals, bedankt, thanks voor je support. Wil je de Balans Podcast ook supporten? Ga naar een van je podcast apps, klik dan even op de abonneer button. Want dit is een show waarin het rijdt om alle ins en alsof muziek, culturele samenleving en multimedia. Voor de mensen die de vorige aflevering hebben gemist. Ik heb uh, in de vorige aflevering, aflevering 11, gehad over terugblik 2020. Hoe ik zeg maar naar het jaar 2020 keek. En uh, ja, wat voor creatieve oplossingen ik allemaal heb bedacht om zeg maar, mezelf als presentator door te laten gaan. En uh, de motivatie in ieder geval. Als je het nog niet hebt gecheckt, go check that out. En dan gaan we nu over naar aflevering nummer 12 van seizoen 3. En ik heb uh, bij deze een, een uh, persoon uitgenodigd die ik al van way back ken. Uh, Vanaf mijn jeugd zeg maar. Uh, vanuit mijn uh, old hometown Delcel. En uh, she's going by the name of. Silvana. Ja, Silvana. Silvana dosan, dos Santos car, Cardoso. Mijn hele achternaam. Oyo, yo yo yo. Mag ik dat wel doen? Ja, je hebt het nou al gedaan. Dus ja, het is niet erg. Is niet erg. Nee? Nee. nee? Nee, nee, nee. Besef gewoon dat je twee achternamen hebt. Echt, hè? Ja. Ja, klopt. Klopt, ja. inderdaad. Dat, dat gebeurt zelden hier in Nederland. Klopt. Ik heb, ik heb eigenlijk ook twee achternamen. Alleen de gemeente heeft één achternaam geskipt. Wat, wat, wat dan? Um, Romario Brito Martins. Maar je hebt alleen Martins gehouden? Ja. Bij mij zijn ze altijd in conflict: Dos Santos of Santos Cardoso of Dos Santos Cardoso. Ik ben de enige met Dos Santos Cardoso. Ja. Iedereen heeft altijd. Ik vind dat bijzonder, maar ja. vooral ook omdat jij hier bent geboren, toch? Dat klopt. Ja. En je weet hoe ze hier zijn. Van, het is een of de ander. Ja. Twee voornamen mag wel, maar. Twee achternamen niet. Maar ja, goed, crazy. Het moet altijd een uitzondering zijn. Hè? Ja. 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 Even, even voor de mensen thuis, want ja, van harte welkom. Dank je wel, dank je wel. Um, vertel, wie ben je? Wie ben ik? Waar, 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 sta, waar staat Sylvana voor? Mm, wie ben ik? Ik, uh, ik ben Sylvana, inderdaad. Ik kom uit Delfzijl. Uh, 34 jaar. Moeder van drie kinderen. Woon in Hoogzand. Waar sta ik voor? Ik sta eigenlijk op dit moment in het leven voor, um, voor een krachtige vrouw, man. Um, ik ben, ik, 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 wil gewoon, ik ben gewoon datgene die alles uit het leven heeft gehaald. Of ik ben daar nog lang niet. Maar wel op een punt staat waarin ik gewoon echt trots mag zijn op mezelf. En dat ik ook denk van dat wat ik kan en wat ik heb gedaan. Dat is wat ik, wat, bij, wat ik ook bij andere vrouwen naar buiten wil halen. Weet je? Dus dat is wie ik ben. Dat is wat ik wil doen. Dat is wat ik ga doen. Wauw. Dus, ja. dus wat je eigenlijk meer. Uh nu aan het vertellen bent, je staat voor het uh, vrouwen meer motivatie te geven. Dus het empoweren van, Zeker, ja. van hun movement. Ja. Hoe is dat zeg maar uh, tot stand gekomen om te empoweren? Waar, waar zag je het licht? Zag je dat al vanaf vroegs af aan? Of? Nee, niet, niet van vroegs af aan. Ik, ik denk dat ik in de loop der tijd wel altijd te horen heb gekregen van... Eva, hey, je bent echt sterk man. Wat jij kan, dat zouden heel veel vrouwen niet kunnen... En jarenlang heb ik dat aangehoord. En op een gegeven moment werd het gewoon vervelend dat mensen dat zeiden. Snap je? Van, ja, ik, ik zag het zelf niet. Wat bedoel je? Ja, maar je, ja, je doet het toch. Dit, dat, bla, bla, weet je wel. En ik denk dat, begin, uh, ik, denk dat ik sowieso moet gaan beginnen bij uh, het moment dat mijn oom kwam te overlijden. Daar, uh, dat was de switch. Maar daarvoor, weet je, werd ik geconfronteerd met uh, kanker, baarmoederhalskanker. En dan sta je toch een beetje op het randje van, oké, okay, wat ga ik doen nu? Weet je? Want het is erop of eraf. Dit kan het einde betekenen, maar dit kan ook het nieuwe betekenen. Dus op het moment dat ik uh, werd geopereerd, ben hersteld, ben ik echt gaan nadenken. Um, toen werd ik zwanger van mijn dochter. Dat was ook een zegen. Zij kwam en op het moment dat zij kwam veranderde eigenlijk alles. Alles in mijn hoofd al. In mijn hoofd begon alles al een beetje te draaien, draaien. Natuurlijk heb ik al jarenlang dat wel. Zoek ik naar iets van, of ben ik op zoek geweest naar, wat wil ik eigenlijk in mijn leven? Wat, wat, ga, wat ga ik doen? En um, daar heb ik eigenlijk best wel lang mee gestrakkeld, zeg maar. Maar op het moment dat mijn oom kwam te overlijden, wist ik van, oké, okay, nu moet ik het gaan doen, man. Want als ik het nu niet ga doen, dan ga ik niet, ga ik niet daar komen wat ik wil. Dus um, in de maanden december, januari. Februari ongeveer, zeg maar. Heb ik echt voor mezelf die switch omgezet. Heb ik me echt volledig gaan focussen op mezelf. Heel veel shit ook wat daarbij komt kijken. Maar weet je, gewoon recht vooruit kijken. En um, ja. Op een gegeven moment was het september. En toen zat ik in een, in, een, in een Facebookgroep. En ik was aan het interacten met andere dames. En je hoort andere verhalen. En, en, en je kijkt naar die verhalen. je neemt het in je op. En je herkent jezelf ook in heel veel verhalen. En. Um, op een gegeven moment ging ik ook naar mezelf kijken en dan ja. denk ik, weet je, ik ben wel nu eigenlijk ergens waar ik misschien een jaar geleden niet eens had over durven dromen. Die kracht wat ik eigenlijk in mezelf had, wat mensen zeiden van, boy, wow, je bent zo sterk, dat ging ik eindelijk in mezelf zien. Maar die groep was weg en ik miste die interactie met vrouwen gewoon. Dus toen zei mijn vriendin tegen mij van, uh, weet je, waarom ga je niet gewoon zelf iets starten, weet je? En toen dacht ik van, ja, misschien moet ik het doen. Starten als in de zin van. Nee, ik bedoel gewoon een eigen groep. Weet een je. eigen als je community, die, ja. Ja, als je die interactie mist met dames, waarom ga je dan niet zelf? Weet je, want ja. wat jij zegt komt wel altijd aan bij mensen. Dus ik dacht, weet je wat? Fuck it, ik ga het ook gewoon doen. Weet je? Ik ga gewoon aanmaken. Ik had 120 dames uit mijn eigen groep, had ik, uit mijn eigen Facebookgroep, gewoon mijn privé Facebook, mm -hmm. had ik erin gezet. En vanaf dat moment ging het alleen maar groeien. En op dat moment las ik ook dames die gewoon aangaven van... hé, deze groep is zo anders. Deze groep is zo... Uh, weet je, um, ik kan mezelf zijn. Niemand die een ander veroordeelt. Um, mensen kwamen met persoonlijke verhalen... dat ik dacht, hè, weet je... laat me eens gaan praten met die dames. En op het moment dat ik ging praten met die dames... en die dames gaven ook aan van... wauw, dat wat je zegt had ik echt nodig. Mm -hmm. Toen wist ik van... oké, okay, dit ga ik doen, man. Dit ga ik doen. Ik ga gewoon mijn stem een platform geven... maar ook die van... Hopelijk duizenden andere vrouwen. Sterk. Ja. Sterk, sterk. Want, heel verhaal. Maar, ja, dat ja. Is wel nee, maar het is. is een heel verhaal. Maar als ik dus nu zo hoor, even weer, even, even, even weer terugscrollen. Mm -hmm. Je oom. Je oom was dus de, een van de factoren. Keys, ja. Een van de main keys. van de Ja. En eigenlijk het feit dat je zwangerschap uh, uh, was en, 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 en de ziekte wat je nog moest vechten. Mm -hmm. Dat waren zeg maar de keys toen. Ja, de drie keys. Ja. die mij heeft doen shaken, zeg ja. maar. Maar heeft je oom ook jou zeg maar, die motivatie gegeven van... hé, hey, uh, zet het door? Of was het gewoon van, ik zie iets waarvan ik denk... Ik, ik denk, ik was, ik was eigenlijk ergens een beetje het zorgenkindje van mijn oom. Mijn oom heeft altijd gezegd, weet je, van stap eruit... wat je, wat je aan het doen bent. Je, je verdient dingen niet wat, wat je krijgt, zeg maar. Maar op dat moment luister je er niet naar... of gaat het gewoon langs je heen, zeg maar... En um, ja, de ochtend dat ik hoorde dat hij, dat hij er niet meer was. Maar ik denk dat gewoon um, de grond onder mijn, onder mijn voeten gewoon wegging. En ik ook gewoon wist van, ja, het is de rob of de ronde, man. Dit gaat me of maken of breken. En um, toen zijn er ook mensen die heel nauw contact hadden met mijn oom. Naar me toegekomen met verhalen wat hij vertelde over mij, wat ik niet wist. En toen wist ik van, ja man, nu ga ik het doen. En hij geeft mij toch door weg te gaan, zeg maar, dat laatste stukje van, oké, okay, ik geef je die push. Dit is die push, neem het, doe het. En um, ja. Ja, ja, dat, dat, ja. Ik, ik heb zoiets van, oké, okay, dat is gewoon mijn, hoe zeg je dat? Uh, mijn verandering geweest, man. Ja. ja het is, het is, ik zeg maar zo, het is nooit te laat om te veranderen. Um, maar ik zeg wel heel vaak van: weet je, laat je wel motiveren of sta in ieder geval bij stil wat diegene ook heeft gezegd. Sowieso, ja. En... Hij heeft het niet rechtstreeks tegen mij gezegd, dat niet. Nee. <coughs> maar wel tegen andere mensen, omdat ze zich echt zorgen maakten over mij, snap je? Ja. En pas nadat hij, uh, dus nu, kwam, nu dat hij er niet meer is, spreken die mensen mij aan van: hé, hey, ik moet toch wat zeggen, man. Want je oom heeft dit gezegd en dat gezegd. En <coughs> als ik dat dan hoor. En dan naar mezelf kijken hoe ik nu ben, weet ik van dit is wat hij wou, snap je? En dat ja. is ook mijn main key. Ik ga dit niet loslaten. Dit is wat hij voor mij wou en uh, dit is ook wat ik voor mezelf wil. Dus ik doe het niet enkel omdat hij het wou, maar dit is wat ik voor mezelf wil. Dit is wat mij gelukkig maakt. Dit was wat mij een sterkere vrouw maakt en ook andere vrouwen sterker kan maken. Ja, ja. En ik denk ook wel wat jij dus nog meer hebt meegemaakt in de praktijk, dus het zwangerschap en het vechten mm -hmm. voor je ziekte. Zeker. En als je dat inderdaad nu. Oké, okay, dat maakt sense, man. Ja. Dat maakt zin. Ja. Ja. Want um, um, de reden waarom ik ook zeker met jou het gesprek aan uh, wil gaan. Um, maar de reden waarom ik ook een podcast met je wilde maken. Dat was ook met name van. Ik zie wat je doet. Ik zie wat je plaatst. En ik zie uh, dat ik nu een soort van verandering zie of zo. Van, mm -hmm. um, je bent ergens anders een motivatie gaan zoeken. Yeah. En de en, en, en way hoe jij zeg maar, jezelf um, openstelde... met name je oom, want die kwam heel vaak in beeld. Mm -hmm. dus daarom wist ik dat hij een heel grote rol speelt in je mm -hmm. in, in life. Um, had ik zoiets van, wow. Ik moet sowieso voor mijn gevoel als persoon... mijn respect geven aan jou, zo van... Hey, je zit er niet naast, je doet het gewoon goed. Ja, en uh, keep, uh, keep fighting for this. Dat gaan we zeker doen. Ja. ja dat gaan we zeker doen. Ja. Ik ga het niet loslaten. Ik, ben, ik zet mijn tanden erin. We gaan ja. nu gewoon door. Ja, ja. ja want uh, daarnaast vertel je ook, zeg maar, je bent een groep gaan starten. Een mm -hmm. community. Mm -hmm. Het is eigenlijk een community voor vrouwen. Mm -hmm. um, vertel daar eens iets meer over. Want wat, 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 is, wat voor soort community is het? Het is gewoon een Facebookgroep, weet je. Eigenlijk was het eerst meer gewoon voor de lol. Het, het is voor de lol opgestart, maar wel met de visie daarachter. Ik wil gewoon vrouwen gewoon helpen, zeg maar. Een luisterend oor bieden. Um, want er zijn gewoon heel vaak vrouwen die niet worden gehoord. Of die zichzelf uh, lastig vinden, weet je. En ik wil gewoon uh, die vrouwen het gevoel hebben van... Bij mij ben je niet lastig, snap je. Ik heb dat gevoel ook jaren gehad. Yeah. Op een gegeven moment zit je met zoveel shit. Dat je dan denkt van, hé, hey, een andere persoon, mijn beste vriendin of andere vriendin of familieleden willen je niet eens meer horen. Omdat je constant over hetzelfde blijft, weet je. Maar ik had die vrouw die ik nu ben, had ik ook nodig. Snap je? Dat is wat ik mij besef nu. Die vrouw die ik nu ben, zo'n vrouw of zo'n vriendin of zo'n familielid of zo'n die persoon had ik nodig. Dus dat wil ik, uh, wil ik gewoon in die groep, wil ik doorstralen. Daarnaast, ja, de groep. De groep is leuk. De groep is echt leuk. We praten over pff, sex topics. We praten over uh, 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 relaties, weet je wel. Uh, um, um. We hebben zelfs discussies. Soms gaat het over hele gekke dingen. Soms dingen waarbij je echt diep gaat nadenken. Um, het is gewoon echt een plek waar je jezelf kan zijn, vind ik. En wat, nou, wat ik anderen heb gehoord zeggen. Weet je, er zijn zoveel vrouwen die ook tegen mij zeggen van... wauw, normaal gesproken durf ik mezelf niet openstellen. Ik weet niet wat het is, maar ik doe het wel hier. En als je dan hoort van vrouwen van... oké, okay, ze durven zich hier wel open te stellen... betekent dat je iets goed doet. Dat je iets uitstraalt wat, wat bij een ander inspireert, zeg maar. Weet je, ik krijg ook heel veel privéberichten van dames. Van, hé, hey, jouw groep is echt leuk. Uh, of kan ik mijn verhaal bij je kwijt? Dan ga ik even zitten voor je, weet je. Ik ben wel heel druk, maar dan zeg ik ook van... Timer. Ik kom erop terug en als ik dan rustig zit s'avonds, dan ga ik met je praten of ik ga met je voice nemen, of ik bel je op. Gewoon even een stukje extra steun, snap je? Dus ja, ja dat is een ja. beetje waar die groep. Sterk voor initiatief. Start. Goed ja. initiatief. Ja, dat, dat is wat ik uh, um, kwijt wil. En, en vaak is het ook wel zo van, zodra je zo'n groep start en één iemand stelt zich helemaal open en bloot mm -hmm. in, in de topics wat je net benoemt. Mm -hmm. Komt de andere ook? Omdat ze zoiets hebben van: oké, okay, van nu. Kunnen dat we... is wel wat ik zelf moest doen. Ik moest, oké, okay, ik wil een bepaalde visie. Ik, ik wil een bepaald doel bereiken. Maar om dat doel te bereiken moet ik ook eerst zelf gaan. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus ook door open te staan voor hè, het verlies van. Uh, of het krijgen van kanker. Snap je? Um, dat is iets waar. wat heel veel vrouwen eigenlijk hebben, maar niet echt over durven praten. Of wel praten, maar dan. Uh, kort, snap je? Ze houden het gewoon kort. Ga niet in detail over wat het met je doet. Ja. En door dat zelf wel uit te dragen, weet je, in de groep, dan denken mensen: hé, hey, dat is wel de beheerder, die doet dat ook. Dus heel, het is. Um, in het leven is dat zo. Iemand ja. moet gewoon die wolf zijn gaan en de rest volgt. Facts. Facts. Dus dat, ja. Nee, maar het is, daarom zeg het ik, is, het is heel goed dat, 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 dat jullie vanuit zo'n groep, zeg maar, gewoon alles vertellen. Ja. Weet je? En, en vooral de dingen uh, uh, wat je dwars ligt. Want um, ben jij bent die groep gaan starten... omdat je sowieso hebt van... Hey, ik heb nog meer behoefte aan, 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 aan zo'n zo 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 crew. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd is het ook van... hoe zet ik iets wat meer buigend is... tot iets rechts of iets, mm -hmm. iets, iets, iets positiefs. Yeah. Ja, toch? En, en ik denk dat dat ook sowieso belangrijk is. En kijk... Um, uh, uh, heel veel mensen... Die, 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 die maken wel eens een, een grap over vrouwen. Ja, vrouw heeft maar één recht. En, uh, daar hoef ik je niet over uit te spreken. Maar mm -hmm. sommigen nemen dat echt super serieus. Ja. Hoe, gaan, hoe, gaan, hoe gaan jullie daar, zeg maar. maar het ergste om? is dat de vrouw ja. van nu. daar ook steeds meer in gaat geloven. Snap je wat ik bedoel? Ja. Je hebt een piek gehad. In de, een paar jaar geleden heb je mm -hmm. een piek gehad. dat vrouwen steeds meer voor zichzelf opkomen. Maar je ziet ook dat het er steeds een beetje meer afdwaalt. Ja. Weet je, um, het is gewoon heel jammer dat wij vrouwen ons laten vertellen wie wij zijn, wat onze rechten zijn, wat we kunnen doen, wat we mogen doen en wat niet. Um, ik geloof dat zowel een man als een vrouw een eigen stem heeft. Sowieso. Um, je hebt je eigen ja. rechten, snap je? En um, het gebeurt gewoon te vaak dat als je met elkaar samen bent, dat heel vaak de vrouw uh, een man in haar leven ziet als een invulling. En daar gaat al fout. Daar gaat al fout. Je kan niet iets starten als jij een invulling nodig hebt. Want dan ben je niet heel. Snap je? Nee. En als je niet heel bent en diegene komt het puzzelstukje afmaken bij je. dan ga je afhankelijk zijn van de man. En daar gaat het al fout. Nee. Als je emotioneel niet stabiel bent, moet je dat niet doen. Want dan krijg je dit soort dingen. En dat is eigenlijk wat ik de vrouw ook wil meegeven. Weet je? Zorg is dat je stabiel wordt. Heel jezelf. En zie een man niet als een invulling, maar als een aanvulling. Een ja. man kan dan in je leven. Hè, kan het verbloemen, kan het mooi maken, kan het leuk maken. Maar een man kan ook altijd gaan. Snap je? Dat is wat ik mezelf heb gerealiseerd. Een man kan altijd gaan. Je bent niet verbonden. De enige met wie je verbonden bent is je kind. Iedereen daarnaast kan gewoon gaan en staan waar hij wil. Dus zorg er gewoon voor dat je voor jezelf, maar ook voor je kinderen heel bent. En alles wat daar omheen komt kijken is gewoon. Een hele fijne bijzaak, of niet? Ja, ik wil nog wel even erbij zeggen, voor de mensen die geloven zijn, je bent ook, voor sommige mensen is het ook, uh, uh, religie is ook een verbindenis. Hè? Je weet, ja, toch? ja, zeker, zeker. Nee, dat ja. geloof ik, tuurlijk, ik, ik ben ook gelovig. Nee. nee, maar I'm just saying, want anders krijg je weer van. die. Ja. Nee, tuurlijk, nee, nee, nee okay. kijk, ik niet, niet, niet daar naartoe. Weet je, want mijn nee. zusje is ook gelovig. Uh, ik, ik ben ook gelovig. Zonder God stond ik niet hier. Laat ik dat even voorop zeggen. Zonder God stond ik sowieso niet hier. Dus. Als ik aan iets wat te danken heb, is dat God. Dat, dat. Maar iedereen weet dat ook van mij. Weet je, maar en het is niet dat ik dat wil ondermijnen. Want als jij in geloof met iemand uh, samenkomt. dan ben je één. Inderdaad. Um, ik vind wel alsnog. dat je als vrouw zijnde. ook gewoon heel moet zijn. Snap je? Ik ben gewoon geen voorstander van. als je zelf niet heel bent. Uh, en je gaat dan. Um, kijk, in een geloof, laat ik het zo zeggen, in een geloof, dan het als twee krachtige personen samenkomen in het geloof van God, dan sta je sterk. Mijn zusje en haar man, dat, zo is dat zo. Maar je kan niet, denk ik, vind ik, in een relatie gaan staan en gaan trouwen in geloof als jij zelf eigenlijk nog niet heel bent. Maar dat is mijn mening. Ja. Snap je? En dat is gewoon mijn visie als ik kijk naar de vrouw zelf. Ja, precies. Nee, maar kijk, bij, bij mij is het zo wel van. Um... En weet je wat het is? Ik zeg altijd zo van: zodra iets wederzijds is, mm -hmm. weet je, van oké, okay, jij, bent, jij bent supergelovig en de ander is daar nog niet waar mm -hmm. de man of vrouw is, whatever. Maar het is wederzijds, want je kan diegene's keuze respecteren zoals hij is. Mm -hmm. That's cool. Weet ja, je? En dan, dan kun je ook verder. Mm -hmm. Snap je? Um, zo, zo denk ik er altijd over. Ja, ja, maar dat staat, ook, dat, dat, is ook, dat staat los van wat ik eigenlijk probeer te zeggen. Ja, okay. Snap je? Ja. ja, dat heeft daar eigenlijk helemaal niks mee te maken. Dat zijn gewoon twee mensen die dan samenkomen. Ja. En het maakt niet uit of diegene niet gelooft. Of die, weet je, als je, God brengt mensen met een bepaald doel Together. samen, ja, ja, snap ja. je? Daar ja. geloof ik in. Uh, en, en het is echt niet zo dat als je als gelovige vrouw, natuurlijk, uh, uh, als gelovige vrouw kies je eerder voor een man die helemaal gelovig is, want dat past. Maar God heeft iedereen op de wereld met een bepaald doel op de wereld gezet, vind ik. Veel dingen gebeuren met een reden. Met een reden, snap ja. je? Ik geloof dat dingen altijd met een reden gebeuren. En, um, en dat is ook wat ik heb gezien. Ik kan niet twijfelen aan, aan God en zijn ways of, weet je, uh, hoe hij beweegt. Ja. Gewoon vertrouwen daarop en dan komt het goed. Maar dat staat gewoon verder los van de boodschap die ik wil uitdragen. Daarnaast. Denk ik ook dat stukje, uh, ik zeg ook altijd: dat stukje kracht wat God mij geeft, is datgene, is mijn stem. Snap je, daar zit Hij achter. En zo ja. kan ik, iedereen werkt op zijn eigen manier om andere mensen te helpen en ik doe dat op deze manier. Ja, ja, ja. ja. Nee, 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 sterk, duidelijk, ja. goede visie, sowieso. <laughs> ja. Um, ja, waar ik nog meer naartoe wil gaan, is zeg maar van: um, ik vind het heel goed dat er zo'n groep is. Mm -hmm. um, ik denk ook wel dat er ook zo'n groep is voor, 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 voor wij als mannen. Alleen Goed. ik ben daar nog geen onderdeel van. En mocht het zo zijn dat iemand zoiets heeft van: hé, hey, ik ken er eentje, Hit me op aan de DM. En dan uh, ben ik best wel benieuwd uh, waar deze is. Ik weet het niet, ik heb er nog, ik heb er nog geen ingezien, maar het zal ongetwijfeld, zal het Zou ongetwijfeld zijn. Ja. Ongetwijfeld zal het nog wel zijn. Of het nou internationaal is of nationaal. Dus voor jou is het nationaal. Ja. Is, klopt. Uh, is uh, sowieso Nederlandstalig. Ja. En ehm. Um, ja, uh, hoe, uh, um, hoe uh, uh, want is het zo dat de leden die daar dus onderdeel van uitmaken, mm -hmm. zijn het, uh, 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 wat voor doelgroep is het? Jong, oud? Gemixt, alles Gemixed. zit erin. Ja? ja, alles zit erin. Uh, van 18 tot, volgens mij is het mijn oudste lid, uh, of het oudste lid van de groep is uh, 65, volgens mij. Leuk. Ja, en leuk. dat maakt het leuk. Iedereen kan gewoon daar zichzelf zijn. Je hebt vaak ook... Uh, weet je, groepen waar wij alleen jongeren hebben, waar, mm -hmm. waar heel veel oudere dames zich dan niet in thuis voelen of, of niet snel daarin gaan. Op een of andere manier heb ik gewoon, de meeste zitten tussen, tussen 18 en 40. Een beetje mijn leeftijd zo, zeg maar. Ja. Maar er zijn dus ook dames uh, van 65 zitten erin, ja. Dat nee. maakt het alleen maar leuker, vind ik eigenlijk. van. Oh, kijk. Ja. Het, heeft, het, het, het werkt. Het, het werkt, werkt. Ja, het pakt, ja. Het pakt alle doelgroepen eigenlijk. Ja. ja. En wat is nu misschien wel de meest opvallende uh, gesprekken wat je hebt gehad met een van de leden hier? Je merkt toch wel dat heel veel dames kampen met uh, problemen. Problemen als in de zin van depressie. Ze hebben te maken met gekke exen. Ze hebben te maken met uh, zwangerschappen die dan niet goed gaan. Of uh, liefdesverdriet, vooral. Heel veel, heel veel liefdesverdriet. Ja. Uh, mensen die gewoon emotioneel beschadigd zijn. Kort samengevat mensen die emotioneel beschadigd zijn, dat komt gewoon heel veel naar voren. Tussendoor komende leuke topics. Weet je wel. Maar um, je merkt gewoon dat heel veel vrouwen behoefte hebben aan, aan een luisterend oor. En op een of andere manier dus hè, hun verhaal kunnen doen in de groep. En dat mensen ook echt daadwerkelijk gaan meepraten. En dat is mooi om te zien. Er ja. komen echt heel veel reacties. Ook heel veel dat dames zeggen van eh, ik kan me zo erin herkennen. En dan er zijn, er zijn zelfs vriendschappen ontstaan door de groep die er eigenlijk niet eens waren. Dus dat is mooi. Vrouwen zoeken elkaar ook op, vinden steun in elkaar. En dat is, uh, ja. Ja, want, want uh, merk je ook bijvoorbeeld, want nu zitten we in een hele gekke era. Mm -hmm. Weet je, we kunnen nu niks echt uh, activiteiten, mm -hmm. zodat we samen zijn, uh, mm -hmm. uh, organiseren. Maar merk je ook wel dat er meer een, een, een feeling is van: ik moet iets gaan organiseren of, of dat we een keer bijeenkomen? Heb je daar wel eens over nagedacht, zeg maar? Want, want wat ik hier hoor, dat is best wel zwaar, uh, uh, niet gemakkelijk. Ik heb uh, bijeenkomen, natuurlijk, daar, als deze hele madness klaar is, dan zit ik sowieso over na te denken van, hé, hey, kunnen we niet iets organiseren? Ja. Um, ik zit er zelf gewoon heel sterk over na te denken om um, ook gewoon één-op-één uh, interviews met dames te doen ja. Dames hebben aangegeven ook van hè, ik wil wel naar voren komen met mijn verhaal, maar dat wil ik wel professioneel aanpakken, snap je? Niet gewoon uh, in een live sessie bijvoorbeeld. Ik wil nee. dat gewoon echt een platform gaan geven, dus dat is iets wat ik uh, zeker nog eventjes waar ik mee bezig ben om uit te gaan Goed. breiden, zeg maar. Goed. En tot zover, weet je, uh, er zijn ook dames die me dan aanspreken en dan zeg ik ook van wil je dat ik langskom, uh -huh. dan ga ik gewoon bij ze langs. Dan kom ik gewoon, want het is anders dan als je over, over de WhatsApp of over de Messenger of over Facebook ja. praat. Sommige ja. mensen hebben die behoefte aan die één op één contact. Dat doe ik. Ik maak tijd vrij. Ik ga naar die dame praten. Dat ja. is liefde, weet je? Je hebt elkaar gewoon nodig. Ja, ja, en want waar ik nu naartoe wil gaan. Ik weet het weer. Um, want wij, jij had het net over: oké, okay, er zijn heftige gesprekken over. Nou, beschadiging, om maar mm -hmm. zo even te benoemen. Of gewoon een, 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 een probleem. Beschadiging mm -hmm. vind ik ook een, een veel te hard woord. Gewoon een probleem mm -hmm. die uh, op een of andere manier moeilijk te op, op te lossen uh, mm -hmm. valt. Heb je ook al een idee of een tool gevonden: van... hoe kunnen we, hoe kunnen we er wel voor zorgen dat dat wordt opgelost? Want we, we praten wel over uh, wat jij aangeeft. Uh, Gekke exen bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, we praten wel over um, um, het niet gehoord worden. Mm -hmm. Kennelijk is daar zeg maar, echt een behoefte aan van... oké, okay, we, we zitten nu in contact. We mm -hmm. praten veel. Er is ook één-op-één een -een contact. Er mm -hmm. is ook vriendschap. Maar um, er is nog niet echt een... Uh, tenminste, dat is hoe ik, hoe ik nu hoor. Mm -hmm. Er is nog niet echt een, 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 een tool gevonden van... oké, okay, hoe zorgen we er dan toch voor... Dat, dat we nog wel contact hebben met diegene waar we problemen hebben of waar we tegenaan lopen. Nou, laat me wel vooropstellen. Want jij vraagt van: is er dan een oplossing? Um, ik geloof en ik, ik vertrouw er ook gewoon 100% op. Als jij verandering wil in jouw leven, ja. dan kan je niet afhankelijk zijn van mij nee. of van jou nee. of van wie dan ook. Mm -hmm. Je moet beginnen bij jezelf, in je, bij de kern. Het, wat ik kan doen voor jou is. Um, jou vertellen... hoe je het zou kunnen aanpakken. Maar er zijn ook mensen... die gewoon nog steeds zo diep in hun dingen zitten... dat het eigenlijk niet uitmaakt wat ik zeg. Nee. Snap je? Ik kan, als je het even in een andere termen gaat bespreken... ik kan het zaadje leggen voor je. Ik kan, ik kan je gaan na laten nadenken... maar die handelingen om daar naartoe te gaan... moet je zelf doen. Waarom zeg ik dat? Jarenlang hebben ook mensen altijd tegen mij gezegd... Hey, je moet dit gaan doen of je moet dat gaan doen. Of je moet dit. Hey, natuurlijk, mensen geloofden in mij kennelijk... Maar ik zelf niet, dus ik nee. deed het niet. Maar op het moment dat mijn ogen zelf open gingen, toen ben ik pas stappen gaan zetten. Dus ja. ik weet ook nu van, oké, okay, ik heb deze groep. Mensen kunnen met hun verhaal. Ja. Als mensen zeggen van, ik wil met jou één op één praten, kan dat ook. Ja. Ik ben sta 200% achter. Ik heb je back en we gaan. Ik ga samen dit met je doen. Maar dat kan alleen als jij zelf gaat. Dat sowieso. Ik kan geen, ik kan, ik kan, dat is voor niemand haalbaar. Ik kan niemand zijn problemen op mijn rug zetten en een of andere superwoman spelen en ik los het voor je op. Nee, dat kan niet. Want dat, dan ga je zelf kapot en je helpt diegene er niet mee. Nee. Dus dan maak ik mezelf kapot met andermans problemen uh, en daarbij kan ik een ander niet helpen. Snap je? Ik wil een vrouw laten inzien van dames, het begint allemaal bij jezelf. Geloof in jezelf. Jij bent. Dat zo veel, jij bent dat zo waard om jezelf daar op die platform te zetten waar ik ook sta. Ja. En ik ben daar nog lang niet, hè? Ik ben daar nog lang, ik ben ook in progress. Snap je? Ik moet nog zoveel leren. Ik kom elke dag en weer achter: van... hé, hey, ik slip. Of hé, hey, uh, weet je, uh, dit kan beter. Of dat kan beter. Ik dat die vrouw, dat die groep goed is voor elkaar. Is één, maar die groep is ook goed voor mij, want ik haal ook heel veel lessen uit andere vrouwen. En dat zeker. vind ik mooi, dat ik denk, hé, hey, ja, dat ook, weet je wel. Dus, um, nee, man, change starts with yourself. Je moet eerst zelf beginnen. Als jij wil, als jij zegt van, ja, fan, we gaan, dan ga ik met je. Maar ik moet zeker weten, je gaat. Ik kan niet 200% van mezelf geven als jij 50% daarachter zit, weet je? Want ik, kan, ik, ik wil je best slepen, maar je moet wel willen. Ja. Je moet wel willen. Ja. ja. En sommige, wij vrouwen hebben er gewoon een handje van om excuses te maken voor onszelf. Ja, maar, ja, maar, ja, maar. En als jij blijft hangen met ja, maar, dan, dan kan ik niks. Dan, ik kan je wel confronteren met ja, maar. Heb ik een paar keer gedaan. Ik zeg, besef je wel dat je allemaal excuses loopt te maken voor diegene? Begin een keer een goede reden te zoeken voor jezelf. Al die tijd, energie, liefde die jij steekt in. Een persoon, ook okay, is ja. het je moeder, je vader, je een toxic relationship of wat dan ook. Zet die energie in jezelf. Kijk wat verandert. Ja, ja, maar weet je, weet dat dat is wat ik denk, hè? Mm -hmm. want, 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 want wat wat jij zegt is hier knowledge, het is hier wijsheid, wat 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 zeker wordt verteld. En no dead voor de mensen die dit nu luisteren. Hoe dat komt dat dat gemaar? Uh, want wat ik net ook bij jou hoorde was je moet. Je moet, je moet, je moet, je moet. Was dat niet de enige uh, uh, demotivatie om dingen uit te voeren? Dat er pas later in je, uh, tot je door is gedrongen? Want ik denk juist als je zegt tegen iemand... Ja, maar je moet dit, je moet zus, je moet zo. Dat diegene eigenlijk ook geen energie heeft om dat te doen. Nee, soms... Uh, Klopt, ik ga je eerlijk zeggen. Ik heb zelf ook echt een scheidhekel aan het woord je moet. Je moet maar tegen mij niet zeggen je moet dit, want dan ga ik het niet. Ja. Maar in sommige situaties heb je ook tough love nodig. Snap je? Ik kan niet zeggen van ja, maar je kan ook dat doen. Of je, dan praat ik twijfelachtig. Nee, ja. ik weet waar ik over praat. Ik weet wat er voor nodig is om daar te komen waar je, waar je moet staan. Dus in dat geval zou ik wel kunnen zeggen van luister, als jij wil, laat ik het zo zeggen. Als mensen zeggen, maar oké, okay, hoe begin ik dan? Dan zeg ik, je moet beginnen bij jezelf. Ja, dat... Ik kan niet zeggen je kan beginnen bij jezelf. Nee, want dan zijn er ook andere manieren dus. Nee, 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 nee dat, want dat, 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 is, dat dan je een stukje onzekerheid op, maar je kan. In dat geval van, je moet bij jezelf beginnen, ja. die snap ik. Ja, dat, maar dat bedoel ik meer, weet ja, je? Okay. Ik ga je niet zeggen van, oh, en nu moet je dit doen. Of nu moet je dat doen. Tuurlijk niet, dat werkt averechts. Ja. Maar als jij mij simpel een vraag stelt van, maar hoe begin ik dan? Of waar moet ik beginnen? Dan zeg ik, het begint bij jezelf. Je moet starten bij jezelf. Ga terug. Al is het, al, het gaat heel veel energie kosten. Want je moet terug je moet eerst een paar stappen terug ja. om die tien voor te doen. En dat, daar komt een stukje moeten wel bij. Er is, ja. no, is nee, geen nee. andere kant. Nee, maar dat is ook geen andere keuze. Nee, dat is maar geen dat, andere keuze. Het is de keuze die je maar moet gaan... Kijk, als mensen tegen mij zeggen... Te Hé, hey, luister, jij Sorry. moet eventjes ja. daar naartoe. Of uh, je moet dit doen. En uh, dan zeg eh, Hoe bedoel je? Ik moet, ik moet helemaal niks. Ik ben mijn eigen persoon. Ik doe wat ik moet doen. Maar wij vrouwen <laughs> ja. zijn soms ook heel koppig. We luisteren niet. En... Um, en in dat geval, als we het dan eventjes weer hebben over, van... oké, okay, wat is nodig om hè, die change te pakken in je leven, dan moet je beginnen bij jezelf. En daarom, dan is het woordje moeten is essentieel. Dat is de enige moed. Ja, dat is de enige moed. Ja, Voor de rest ja. zeg ik jou niks wat je moet doen. Alleen begin bij jezelf. Maar waar begin je bij jezelf? Want hoe. Yeah. Kijk, want, om, om even weer terug te scrollen naar, hey, oké, okay, mijn oom, mijn uh, zwangerschap en de ziekte. Um, Waar was die moed? Hoe, hoe, hoe Bij je mij, dat? mijn ja Waar heb je dat in je hoofd geprint? Of heb je dat op papier gezet? Of, of? Je komt gewoon op een bepaald punt dat ja. jij je leven gaat evolueren. Dat je gaat kijken naar al die jaren wat er is gebeurd. Ja. Wat er anders kon. Je gaat, als je kinderen hebt, ga je kijken naar je kinderen. En dan ga je denken: hé hey man, ik heb eigenlijk veel te lang doorgezeild. En... ik vond niet dat ik op een bepaald... punt stond dat mm -hmm. mijn kinderen... trots op mij konden zijn. Snap je wat ik bedoel? Ja. Als ik, ik heb twee dochters. Als ik mijn dochters wil laten groeien in sterke... powervrouwen, dan moet ik... zelf eerst eentje ja. zijn. En dat is bij mij wel dat moeten. Dus op het moment dat ik dat dus... Uh, door ging krijgen van... Hey, maar ik ben nu niet het juiste voorbeeld... Ja toen dacht ik oké okay, nu moet ik nu moet ik gewoon echt gaan en dat ben ik ook gewoon gaan doen die moeten waar ik zo'n hekel aan heb dat stukje moeten heb ik in mijn hoofd vastgeprint en ik heb het gewoon gedaan ja ja het moest het moest echt het moest echt als ik het niet had gedaan dan was ik niet ik kan ik kan zeggen nee maar ik kan ook dit doen of ik kan ook dat doen ja tuurlijk maar dan was ik was ja. ik nu nog steeds op dezelfde plek als ik jaren geleden stond ja. nee, nee. En, en, en hoe kijk jij nu naar jezelf, want uh, we gaan het jaar natuurlijk 2020 afsluiten. Mm -hmm. hoe, hoe kijk jij nu naar de dingen, de doelen wat je nu hebt bereikt? In ieder geval met, het, met, met de platform, uh, met de gesprekken die je hebt gevoerd en met de vragen die je continu hebt kunnen beantwoorden voor jezelf. Persoonlijk zelf uh, ben ik al echt super trots op mezelf. Er zijn wel heel veel dingen die mij nog af en toe pakken, weet je wel? Mensen die mij testen of uh, even kijken van uh, waar zit Safaana of wat dan ook. En dan weet ik van mezelf, ik, um, ik geef niet meer toe aan die situaties of aan die momenten waarbij ik uh, weer terugval in de oude, in oude patronen. Dus op mezelf ben ik super trots op mezelf. Jazeker, want ik ben daar waar ik eigenlijk wil zijn, maar ik ben nog niet. Ik ben nog niet voltooid. Er is nog zoveel meer. Dus laat ik zeggen, van die 100% zit ik nu op zeker 25. Er komt nog 25. meer. Er ja. komt nog meer. Zeker weten. Ja, te gek. Ja. En, en, en um, wat neem jij nu mee naar je kinderen toe? Ik bedoel, je hebt nu zo'n groep gestart. Ik ga ze dat. laten zien. Ik wil mijn dochters sowieso laten opgroeien. Dat zij de kennis hebben van... Dat zij hun waarden leren kennen. Ik wil dat ze zelf verzekerd staan in hun schoenen. Ik wil dat ze door geen enkel persoon, niet eens door mijzelf, zich laten ontmoedigen om dat te doen wat ze graag willen doen. Independent only. Independent only, zeker. Het is nooit <laughs> slecht om hè, samen met iemand, hè, je hebt altijd iets nodig, ja. maar zorg dat je basis altijd goed is. Ja. Dat is wat ik mijn kinderen wil meegeven. En mijn zoon wil ik gewoon. Ja, want die heb je ook nog. Ik hè? heb ook een zoon, ja, ja. man. Stoere jongens, dat is mijn trouwens. zwakke schakel. Ja? Yeah? Ja, zeker. Dat is mijn schat dat That's cycle. your opposite? Ja, dat is, dat, is, dat is de mannelijke versie van mij. Ik zie zoveel van mijzelf in hem. En... Yeah. Um, uh, nice. Ja. Dus, maar voor hem wil ik gewoon meegeven van... Weet je, exact hetzelfde als mijn dochters. Ik hoop dat hij een gentleman wordt. Ik hoop dat hij dit ook een keertje hoort. En dat hij weet van... Eh? Ik wil gewoon dat hij... Uh, allereerst dames met respect gaat behandelen. Honderd. Dat hij zijn uh, visie zuiver houdt. Dat wat hij wil. Hij houdt van voetbal. Maar hij is ook een beetje met rapper bezig. Hij is een beetje, een beetje die gangster, zo, zeg maar. Hij is ja. nog in een ontwikkelfase? hij is in een ontwikkelfase. Ontwikkelfase. En dat is goed. Want je moet op een bepaald punt moet je gaan ontdekken: hè, wat wil ik? En hij is er al heel vroeg bij. En ja. ik wil hem gewoon motiveren. Daar, wat, wat jij wil, mama heeft je back. Snap je? We gaan daar waar jij wil. Dus, um, en dat is voor al mijn drie kinderen zo. Mijn dochter wil graag die modellenkant op. Prima, ik heb je back. Daar waar je wil gaan, gaan we. Mijn zoon is dat in het voetbal. Prima, dan gaan we daar. Mijn dochter van twee. Dat uh, is een verrassing, denk ik. Ze gaan we echt verrassen. Maar, Misschien wordt zij een mix van twee. De, sowieso. Zij is sowieso een mix van twee. <laughs> dat sowieso. Dat is echt heftig. Ja. Maar, maar leuk. Ik zie wel in haar, in mijn dochter van twee, zie ik al van. Zij is zo zelfverzekerd, dat gaat zeker goed komen. En ik denk dat die change voor mij persoonlijk net op het juiste moment is geweest. Want haar kan ik nog. Weet je, zij krijgt, die... zij krijgt alles nu van mij mee, hoe ik nu ben. Snap je? Ja. echt die... En die andere kinderen hebben ook een ander deel van mij gezien, waar ik niet trots op ben. Maar het is nooit te laat om te switchen. Ja. En dat is wat ik nu doe. Sterk. Wauw. Shout out naar jou, maar shout out naar je kinderen, man. You're working hard for this. Maar, um, ja, nee, echt, for real, for real, for real. Ik zie, ik zie de, de passie. Ik bedoel, ik heb jou al eens een keer zien, uh, maar dat is gewoon persoonlijk. Mm -hmm. nee, je volgt niet iedereen natuurlijk op social media, op je privépagina. Volgens mij, toen ging je gewoon meevoetballen met je kind. Dat ik denk van, ja, man, dat is hard. Want, yeah. want, want je, geeft, je geeft een soort van gehoor, maar je geeft hem ook zeg maar die, die space van, hey. Let's get it, laten we iets leuks en van maken. Het is niet Op social media is niet altijd alles wat het lijkt, hè? Nee. Je hebt ook gewoon heel vaak, weet je, tuurlijk, ik, uh, ik heb ook mindere dagen gekend, zeker. Ja. Ik heb ook echt momenten gehad dat ik echt doorheen zat. En dan hebben mijn kinderen niks aan mij. Snap je wat ik bedoel? Dan, dan ben je gewoon eventjes even Off. offline. Ja. En dan, um, maar wat ik net zeg, ik ben op die 25 procent. Dat geldt niet alleen voor. Naar, mijn vrouwen, naar vrouwen nee, toe, nee, 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 nee. dat geldt eigenlijk in het algemeen, snap je? Ik ben nog steeds lerende, ik ben nog steeds um, aan het uitzoeken van... Eh, welke kant wil ik als vrouw, als vriendin, als zus, als moeder... eigenlijk op alle vlakken, snap je? En ik ben bereid, ik sta open ervoor om te leren. Ik wil leren om een betere vriendin te zijn, om een betere uh, uh, zus te zijn... Om een betere moeder te zijn. Moeder zijn is nummer één. Blijf altijd nummer één. Dat is mijn main focus. Als mijn kinderen goed zitten, dan zit ik goed. Snap je? En ik ben daar nog lang niet. Ik ga me niet voordoen als een perfecte ouder. Maar ik doe zeker mijn best. Ja. 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 Sick. Ja, dat wel. Ja, love, love, love up. Maar um, dan gaan we even verder. Want het volgende punt waar ik ook nog wil hebben. Is ook aansluitend aan de groep waar je nu onderdeel uh, van uitmaakt. Mm -hmm. uh, wat jij dus hebt opgericht. Mm -hmm. um, ja, jullie zitten naast dat ook gewoon regular op social media. Mm -hmm. Hoe kijken jullie nu zeg maar, naar um, de social media game als in de zin van um, hoe er om wordt gegaan met, met vrouwen of mannen? Ik bedoel, um, ik lees wel eens vaker uh, uh, dat mensen, veel vrouwen ook wel eens last hebben van um, vrouwonvriendelijke teksten, mm -hmm. om maar zo even te zeggen. Hoe gaan jullie daarmee om? Is daar heel veel gesprekken over geweest? In mijn groep bedoel ik. Ja, in of? je groep, uh, ja, ik bedoel. In mijn groep, groep niet echt. Natuurlijk, nee? er komen wel eens uh, onderwerpen van. Mm -hmm. uh, situaties waar vrouwen in hebben gezeten. waarbij ze dus niet met respect zijn omgegaan. En daarbij helpt de ander, de ander dan weer. Het ja. is gewoon, maar. In de We, het zijn alleen maar dames, hè? Dus ja. er zijn geen mannen. Nee. We hebben geen, geen dingen daarvan. En als er wel iets komt... Ik, ik zit eigenlijk... Um, 24-7 ben ik altijd alles aan het bekijken, zeg maar. Ik moet daartussendoor ook gewoon mijn dingen doen. Maar ik uh, heb natuurlijk ook vier dames die met me meekijken. Dus die filteren dat ook. Filteren dat ook. Um, en als ik wel iets zie wat gewoon vrouw-onvriendelijk is... dan wist ik diegene, blokkeer ik diegene. Mm -hmm. En dan, weet je, geen tijd voor negativiteit. Nee. En daarnaast, ik ervaar zelf, uh, op mijn privé, social media, geen raar dingen. Nee, ja? niet, nee zeker nee, nee, niet. Nee, nee, nee. En als ik dan, stel je voor, ik krijg wel een berichtje binnen. Uh, geef geen gehoor aan, man. Ja, sorry. Ik heb geen tijd voor negativiteit. Het is alleen positiviteit. Good one. Good uh, ja, man. One. Nee, ik, ik, ik ben dat wel vaker tegengekomen, social media. Ik nou, ik ga deze vragen dus stellen aan een vrouw die dus zo'n community heeft opgestart, toch? Dus, uh -huh. Nee, maar um, ja, weet je... Um, ja, ik zeg maar zo, ik bedoel, vooral bij jezelf... Maar wat voor dingen kom jij tegen dan? Nou ja, ik zie wel eens gewoon dingen voorbij komen dat, dat mensen zeggen... Uh, 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 dat, dat, dat mensen dus aangeven van, ja, ik heb, uh, weet ik veel, met een bitch gedaan en, en weet ik veel. Je weet toch, dat ik soms denk van, oeh, ik weet niet of jij de geschikte persoon bent. Iemand die dus een groot invloed heeft op, naar de media. Mm -hmm. Uh, om dit op deze manier uh, naar buiten te gooien. Je weet toch, soms komen ook wel van die topics naar buiten. Dat ik denk van. Weet je, gewoon, gewoon, gewoon echt een, een, een random ding. Van een man naar een vrouw. Ja, je weet toch? Dat ik dat soms denk van. Hmm. Hey, ik vind het sowieso laag, hè? Ik ga je eerlijk zeggen. Ik vind het sowieso laag ja. als een man via social media een andere vrouw naar beneden durft. probeert te trekken. Tenminste, ik ben dat vaker tegengekomen. Ja, want dat is gewoon laag. Ja. Ik bedoel, dat noem ik niet eens een man. Eerlijk. Ik, ik noem maar dat geen man. het ligt eraan ook wie je tegenover je hebt. Hè? Kijk, want ik heb, ik heb, ik heb uh, genoeg mensen tegenover me. Er zijn ook genoeg mensen die bijvoorbeeld... Uh, dus geen mention doen naar een vrouw. Of geen wat? Ge een vrouw niet intaggen of... of, of, mm -hmm. of, of, of uh, weet ik veel. Die gewoon zeggen van ja, ik heb het gedaan. En dat ze die vrouw anoniem houden. Maar ik ben ook wel eens tegengekomen hoe mensen disrespectvol... Ja, maar dat is gewoon laag. Ik ja. bedoel, en dat is ook wat ik vrouwen wil meegeven. Weet met wie je bent, snap ja. je? Uh, dat, wat je zegt, tuurlijk, dat gebeurt steeds vaker. Mannen exposeren vrouwen op internet, uh, hebben eigenlijk geen respect, niks. Weet je wel, of filmen dingen tijdens het gebeuren of wat dan ook. Ja. Elke vrouw heeft iets. Als je met iemand samen bent geweest, dan deel je bepaalde dingen. Snap je? Ja. Um, en het ligt gewoon aan jezelf hoe volwassen je bent. Je vertrouwt elkaar op dat moment. Maar heel vaak gebeurt het zo dat een man wordt gekrenkt door een vrouw, acties, uh, vrouw uh, haar actie. Ja. Of net vice versa, snap je? En dan, dan begint die expose shit op in de social media. Dat is eigenlijk hetzelfde als met dat hele fret van leer gebeuren. Ik weet niet of je het hebt gezien. Ja, 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 ja. Dat soort ja. dingen, weet je wel. Dat is dan wel extreem ver. Maar er wordt ook soms gewoon teksten geplaatst. Dan wordt de vrouw helemaal. Um, ik vind niet dat je jezelf als man kan aankijken in de spiegel op dat nee, moment. Want je hebt een vrouw. Daar, op dat moment heb je die vrouw het gevoel gegeven dat ze jou kon vertrouwen. Dat zij uh, safe was bij jou, snap je? En dan wanneer een vrouw jou niet geeft of jij krijgt niet wat je wil. of uh, je bent gewoon ziek in je hoofd, zo zie ik dat. Het ja? dat is misschien heel grof hoe ik dat zeg, maar zo zie ik dat wel. Dan ga je een vrouw exposeren. Dan ben je eigenlijk gewoon zelf net een. Handel je als een klein meisje. Ik kan je niet zien als een man. Kan je ja. niet zien als een man. Ik bedoel, een echte man, in mijn ogen doet dat niet. Nee. Zijn dingen gebeurd? Uh, iets wat je misschien niet leuk vindt. Iedereen gaat zijn eigen kant. Laat diegene gewoon met rust. Uh, hij zijn leven, zij zijn le Zo. haar leven. Snap Zo. je? Ik, ik snap ik, dat, dat stukje, snap, blijf, ik, snap ik niet. Ik zou ja. nooit een man exposen op het internet. Never. Um, nee. Nee, echt niet. Als ik iets met iemand te schaften heb. Dan zeg ik het diegene zelf. Staat natuurlijk los van het feit dat je dingen bijvoorbeeld bespreekt met uh, je, 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 je vrienden, zeg maar. Dat ja. is los, weet je wel. Je, je, daar heb je vrienden voor. Maar uh, op het net exposen, nee man, ik ben daar geen uh, voorstander van. En iedereen die dat wel doet, als er mannen luisteren, dat, dat is, is gewoon zwak. Zwak. Ja. Ja. Ik hoop ook uh, 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 dat ze uh, uh, ermee uh, uh, ophouden gewoon. En luisteren genoeg mannen naar deze Ja, maar show. weet je hoeveel vrouwen daardoor eigenlijk gewoon. Um, emotioneel gewoon kapot gemaakt worden. Weet je hoeveel vrouwen zich niet meer, naar buiten, niet meer naar buiten durven te komen. Snap je? Of dat ze gewoon. En dat is het doel van die man, hè? om diegene gewoon helemaal kapot te maken. En wij vrouwen eigenlijk moeten ook daar boven staan. Je moet je ook afvragen: ben je dan blij met het resultaat? Want ik denk dat elk persoon, het maakt niet uit of je nou. Uh, een gemeene persoon bent of, of een aardige. Mm -hmm. Als je dit soort dingen uitvoert... dan moet je jezelf altijd afvragen... dit is echt een moed... of je daar wel blij wordt. Want achteraf, iedereen voelt zich daar ongemakkelijk onder. Ik denk dat mensen die mensen exposen... Uh, zich daar niet ongemakkelijk onder voelen. Ik denk dat dat een stukje van hun aard is. Het is ja. heel lelijk. Het is een heel lelijk gedrag, heel onvolwassen gedrag. Het, het staat niet. Het is ook niet... Um, uh, aantrekkelijk absoluut niet uh, jij expose vrouw oké okay, wat verwacht je van andere vrouwen dat ze jou dan hè, of dat mannen jou gaan respecteren elke man die zo'n man respecteert die een andere vrouw exposeert is in mijn oog hetzelfde ja man nee ik, ja ik, snap, uh, ik, ik, ik ik hoor je Laat we zo zeggen ja man ja, ik hoor je je weet het het ook. is gewoon het is een no go man en echte mannen doen dat gewoon niet nee nee nee, nee, nee zeker nee. niet nee en 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 um, want ik vind dit ik vind, dit, ik vind dit nog steeds een heel interessant topic. En ik wil ook even weer terugkomen op uh, waarschijnlijk Sessie Woman. Hoe gaan jullie uh, om met uh, de term pedofilie? Want dat is nu ook laatste tijden een, een heel groot gebeuren. Mm -hmm. Want je hoort nu laatste tijden, je hebt, je hebt nu de pedohanders. Mm -hmm. je, je hebt nu verschillende soorten manieren van uh, 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 mensen die dus contact zoeken met jonge dames. Uh -huh. Want hoe is, is... Want hebben jullie ook zulke gesprekken we, gehad? Eigenlijk niet, man. Er nee, uh, nee, zijn bepaalde... Het is topics. alleen positiviteit. Ja, ja man. Uh, uh, we hadden ook laatst... Hadden we, uh, met zwarte piet en zo. Weet je wel. Ja. Dan komen daar zoveel topics. Ik haal het gewoon weg. Ja. Ik geef alles wat negatief is. Geef geen platform. Ik geef geen gehoor aan negativiteit. Nee. Soms heb je negativiteit nodig om daar positief te komen staan, zeker. Um, ik heb persoonlijk wel een mening over pedofilie, uh, maar het moet niet de kern gaan zijn van de groep. Snap je? Nee, wat ik nee, 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 nee. Je nee. kan het bespreken, zeker. Mm -hmm. uh, en ik denk ook niet zozeer dat als we die topic gaan starten, dat daar, hè, dat daar iemand tussen zit van nee, ik vind het wel normaal. Uh, weet je, maar iedereen heeft zijn eigen mening. En Laten we wel wezen, op social media komen sommige dingen anders over dan hoe je dat bedoelt. Ja, 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 ja precies. En omdat daar die miscommunicatie vaak zit, heb ik gekozen van dat gaan we geen platform geven. Want Juist. ook al bedoel je het goed, het kan verkeerd overkomen, waardoor er toch wrijving ontstaat. En toch uh, negativiteit ontstaat tussen twee mensen, of misschien wel meer. Mm -hmm. Weet je, als er een topic komt wat negatief is, dan worden heel vaak dames getagd. Meer en meer in groepen en dan allemaal vuren op één persoon. Weet je, en uh, ik, ik persoonlijk geef daar gewoon geen gehoor aan. Nee. Dat doe ik okay. bewust niet. Iedereen, okay. uh, ik sta zeker niet achter pedofilie. Als ik nee, dan mijn kinderen is, kom, kom ik voor je. Daar staan wij allemaal. Nee. Laten we zo zeggen, iemand die echt een verantwoordelijkheid heeft. Die, die, die... Ik zeg niet dat iedereen zo is, maar veel. Nou, ik vind nee. het raar als mensen daar wel gewoon uh, een positieve kijk naar nee, hebben. Maar, weet, weet je waarom ik deze. Uh, uh, Waarom ik dit dus nu benoem? Omdat. Mm. Um, weet je, uh, de laatste tijden. Het valt mij. Kijk, ik heb, ik heb zelf al kinderen. Mm -hmm. En ik ben er ook super trots op. Mm -hmm. En. Um, ja, kijk, de way. Hoe we nu. Kleed, vroeger, toen wij nog jong waren. Mm -hmm. kon je gelijk zien: oh ja, man. Wij dragen allemaal kleren. Ja. Wat een beetje van de CNA komt. Of Cool Cat. Het, mm -hmm. was, het was gewoon kleding. Ja. En nu krijgen we steeds meer. Hey, wij, er, wij, 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 uh, wij vrouwen dragen legging, uh -huh. kunnen onze dochters ook, uh, of kunnen onze zoon ook, whatever. Uh -huh. We kunnen nu bijna hetzelfde soort mode of soort, uh, soort uh -huh. kleding dragen. En uh, soms komt dat over als een kind zeg maar uh -huh. zoiets aan heeft, en die heeft bijvoorbeeld een, 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 een bouw van een, een vader die super lang is uh -huh. en, en, en een beetje gezet. Soms komt het over alsof een kind nog ouder is. Uh -huh. Dan dat hij daadwerkelijk is. Weet je, dan hebben we het over bijvoorbeeld een kind van 14 jaar, of 12 jaar. Uh -huh. lijkt ineens op een kind van een uh, voor vrouw van 21. Uh -huh. ja, ja, toch? Dus daarom dacht ik: hé, hey, ik ben best wel benieuwd van in hoeverre hebben jullie al zulke gesprekken gehad? Maar blijkbaar. Dat soort uh, gesprekken hebben we nog niet echt gehad. Nee. Misschien is het een dingetje wat ik meeneem dat we dat kunnen over hebben, inderdaad. Ja. Maar nee, nee, dat niet. Daarnaast. Nee, maar ik merk, ik merk vooral veel, omdat ik ook wel eens vanuit. Afstand, toch? Vanuit de helikopter zie ook wel eens merken hoe mensen wel eens kijken naar een dame en dan... Ja, maar ja. Dus even terugkomen op wat je zegt. Van er zijn ja. steeds... Klopt, de, de jeugd van tegenwoordig... Hey, zich die mode is... Uh, als... Die drippings is op, op levels, man. Ja, sowieso. Maar dat geeft geen pedof, pedofiel het recht. Nee. Snap je? Hoe een, hoe een meisje zich ook kleedt. Uh, maar ik merk wel dat... Uh, je weet toch? Dus... Ja. Nee, maar ik, ik, dat geeft... Ik vind dat dat niet... Uh, hoe zeg je dat? Ik, ik kom er niet eens uit. Het is gewoon niet iets... Al, al kleed een vrouw... Pedo, Pedofielen zijn gewoon, gewoon in mijn ogen zijn gewoon niks waar. Ja. Gewoon weg, afschuiven, afschuiven, Ja, ik ga het niet eens zeggen. Nee, maar kijk. En de reden waarom ik dit dus nu... zo'n wat, wat nog meer de reden is... Mm -hmm. Ik ben wel eens naar een plek gegaan... Mm -hmm. Dat er een uh, guy van ongeveer mijn leeftijd. Zo'n dame zat aan te kleuren. Mm -hmm. Maar ik zag aan de face, She's not 21 of something. Mm -hmm. Je weet toch? Kijk, hé hey man, die je weet toch gewoon van? Wauw, het interesseert mij. Mm -hmm. Mijn gevoel was niet zo verkeerd. Maar uh, er was nog een persoon bij die zei van. Yo, doe even nog, We praten over een dame van 14 jaar. Wat, 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 waar zit jij met jou? Je, je bent 28. Ik denk dat, dat, dat wat je nu zegt: ik denk dat um, dat steeds minder een probleem wordt. En daar, gaat het in, daar, daar heb je wel een punt. Ja. Ze, dus er zijn mannen, uh, jongens, um, die voor steeds jongere dames gaan. Ja. Misschien in hun ogen zijn ze puurder. Manipu uh, hè, zijn makkelijk te manipuleren. Uh, ik weet het niet. Maar ik vind, als een man, ga jij gewoon voor een dame die uh, ontwikkeld is. Juist. Ja? Ook zelf keuzes kan maken. Um, en haar mannetje op haarzelf staat. Moet geen Je moet geen meisje willen nemen die jij nog wil vormen naar jouw eigen. Dat, dat zijn dat. Dat gebeurt dus inderdaad steeds vaker... waardoor je dus zwakke vrouwen krijgt in de toekomst. Ja. En dan, nee, ja. Nee, dat is Nee, maar dat is, is wat ik dus nu... Je weet toch dat ik dacht van... Oké, okay, another wake-up call. Mm -hmm. ik, ik, ik zit in de zien. Mm -hmm. En um, wat ik ook heel vaak zie in de muziek zien, um, vooral bij uh, artiesten die potentie hebben... om landelijk door te komen. Mm -hmm. Weet je waarvan ik al zie... Oh ja, jij bent ongeveer... Je, je, je weet toch van... Mm -hmm. Um, als muziekprofessional, dan, dan check je gewoon dingen. Mm -hmm. En um, ik merk ook wel, daar gaat ook bepaalde dingen mee. Maar ik, vaak voer ik ook deze gesprekken aan met hun. Om ja. even aan te geven van, hey, be strong. Laat je niet gek maken door mensen. En ga voor je pad. Je weet toch? Ja, uh, 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 um, um, soms komen dingen in de verleiding. Je weet toch, soms komt er iemand misschien wel van... Jij bent veertien. Diegene is 28, die sluit in je die. Hé hey man, lauw. Ja, maar het zijn, weet je, ik kan wel elke keer zeggen van. Uh, de man, de man, de man. Maar het zijn ook steeds die dames die ook gewoon happen ja, op die man. Oh, daar da gaat het da ook da fout. Daar wil ik ook naartoe gaan. Want ja, er zijn zeker. ook sommige vrouwen die hebben zoiets van. Oh, ik val in de smaak. Mm -hmm. Weet je, bij een oude man. Want ik ben in het verleden dus vaak gedumpt. Weet je. Uh, oh ja, als je 14 bent, kan je niet praten over dat je vaak bent gedumpt. Nee, maar ik ben, um, ben je je, geflasht of. Nou, dat vind ik ook niet. Ik bedoel, He? 14. Nee joh, als je 14 bent, kan je nog niet praten over... ik ben gedumpt of ben gefles. Kom op, je bent tiener, man. Ja, maar als tiener zijnde, ik weet niet of jij dat. Ja, of neemt. je moet daddy issues hebben, dat kan. Dat kan. Of, of, of die dames van 14, ja, ik ken ze niet. Maar of die dames van 14 hebben inderdaad wel een heel vlees. Maar ik vind niet dat als je 14 bent, dat je moet kunnen zeggen, ik ben vaak gedumpt. He? Je bent 14. Nee, maar die hoor je wel vaak. Ja? Ik nee, nee, laat, nee, nee. Die heb ik wel eens vaak gehoord. Ja? Ja, 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 maar weet je wat het is? Tegenwoordig nemen mensen gewoon een relatie af vanaf hun. Ja. Eerste eerst, eerst klas, snap je wat, broer? Daar ontgroen en dan zitten ze al derde of vierde ja, maar, de klas. Ja, maar om op je veertiende te kunnen zeggen: Ik ben te <laughs> vaak gedumpt. No, nee, dat kan niet. Dat kan ik, dat, ik, ik hoor in, in mijn vaken. visie niet. Dat kan gewoon nee. echt niet. Ik zie mijn dochter, mijn dochter is elf. Ik zie mijn dochter niet over drie jaar zeggen van... ik ben vaak gedumpt. Nee, maar, never. Dat is, dat is sowieso... Oké, okay, vaak gedumpt is misschien wel een heel groot woord. Ja, maar ook maar, niet een paar keer. Want, wat telt die relatie nee, voor? Nee, niet, niet een paar keer. Maar ik bedoel meer van... ik ben een keer gedumpt. Je weet toch? En dan zit je in een... Sommigen zijn heel vatbaar. Die zijn meteen in die onzekerheid. En die worden dan gehoord door een wat oudere persoon. Die heb je ook, hè? Ja. Oké, okay, ja, ja, zeker. Ja. ja, maar die is sick. Ja, ik ken ze niet. Ik ga je eerlijk zeggen, ik ken ze niet. Uh, <laughs> misschien ook maar beter, want ik zou echt die dames wat zeggen. Weet je, van. Uh, nee, maar ja. Maar wat ik dus net ook wil zeggen is: van, we kunnen wel elke keer zeggen van de man dit, de man dat. Maar hey, wij vrouwen hebben ook problemen. Ja. Uh, meisjes van 14, uh, ik weet niet. Maakt niet uit welke leeftijd. Ja. Uh, ik vind wel een meisje van 14 tot haar. Nou, 21, 22 is emotioneel zelf nog niet eens ontwikkeld. Nee. Snap je? Dus ja, tuurlijk, die voelt zich aangetrokken tot een man van 28 of weet ik veel hoe oud. Het is, aan die, het is in zo'n situatie wel aan een man, vind ik, om te zeggen: van, hé, hey, beter niet, want ze is nog niet ontwikkeld. Ze is nog niet volwassen. Ze, haar hersens zijn nog niet volgroeid. Dus je, het enige wat je doet, is misbruik maken eigenlijk. Ook al is dat niet je intentie, maar het is wel een feit. Weet je, laat dat meisje eerst gewoon leven. En dan kijk daarna dan weer, vind ik. En daarnaast, dames, meisjes moeten zich niet zo gewillig op gaan stellen, man. Want ja, dan krijg je dit. Dan krijg je dus dames die op le latere leeftijd niet weten waar ze staan. Wat ze moeten met hun leven. Verdriet, dit. Ja. Ik zeg niet dat dat in alle gevallen zo is. Hè. Er zijn ook uitzonderingen. Er zijn ook gezinnen uh, waarvan de vader en moeder bij elkaar zijn vanaf hun veertiende. Ja. Maar als we kijken in 2020, dat is een ander verhaal. Ja. Nee, maar je weet toch, kijk, ik... ik, ik uh... Ik, laat we zo zeggen, ik heb, ik heb allerlei dingen al, van al gezien dat ik denk van, "Sheesh." gaat dat allemaal zo ver? Um, alles is mogelijk nu. Alles is mogelijk, toch? Het is, het is, het is, Geen grenzen. Het is gewoon crazy, mm -hmm. snap je? Dat, 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 want er zijn, ook, er zijn ook dames die zeker wel heel vaak liegen van, ik ben 21 en eindstand kom je erachter via een ID van, ik heb iets gedaan met iemand van 17 jaar. Up of, of maar dat kan, dat kan. Ik denk dat dat kan. Ja. Uh, dat bedoel ik. De voel is, is ook als niet... man. Hè? Ja, tuurlijk, maar dan is het nog aan jou de keuze om gewoon je handen eraf te halen. Misschien zit je er al te diep in uh, en is het gewoon super safe. En dan heb ik daar. Ik heb, ik heb sowieso geen oordeel daarover. Hè. Ik heb ja. alleen mijn eigen mening. Um, er zijn ook genoeg vrouwen die inderdaad liegen over hun leeftijd, snap je? Ja. Uh, omdat ze er ook ouder zien, uitzien. En dan kom je er pas later achter. Maar dat is het probleem van de vrouw zelf. Als de man daarna besluit, als hij er wel achter komt. om toch zijn handen ervoor af te trekken. Snap je? Ja. Uh, ja, dat, dat ja. gebeurt helaas ook. Klopt. Ja, ik mag hopen dat mijn kinderen dat niet doen. Nee. Maar. De... Ja. ja. Nee, goed. Nee, maar, dit, 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 maar het is duidelijk. Ik, ik, word ook weer, ik leer hier ook weer van. Hè? Laten mm -hmm. we zo zeggen. Ik vind het ook wel uh, belangrijk om dit te benoemen. Dus ja, ja. iedereen ouder, sowieso. Um, of je nou een man of een vrouw bent, of, of als je nou een voorkeur gaat naar hetzelfde geslacht, maakt niet uit. Um, probeer zoveel mogelijk echt een gesprek aan te gaan met je dichtbijzijnde persoon, maar vooral een persoon die 100% uh, jouw energie voelt. Je moet altijd één iemand hebben in je cirkel ja. die 100% met je is. Ik heb altijd één, super safe, is mijn zusje. Um, ja. Je moet altijd één, één, één iemand hebben die gewoon 200% je back heeft. Ja. Die je steunt, die weet waar je staat, die je aanvoelt, maar die jou ook durft te zeggen van hé, hey, je gaat nu verkeerd. Snap je? Je moet ook soms negatieve feedback krijgen om die om te kunnen zetten naar iets positiefs. True. Soms heb je zelfreflectie nodig. En wij mensen, dus man, vrouw, dier, nou ja, dier niet. Man, vrouw, kunnen dat soms heel moeilijk. En dan heb je net die ene nodig die je eventjes die spiegel voorhoudt. Ja. En denkt van, oh ja, klopt. Ja. True man, huh? true. Ja want ik. Uh, nee, we gaan even verder, want, uh -huh. oké, okay, ze zien nu een foto van jou op Spotify of uh -huh. waar, welke podcast ook. Uh -huh. Ze zien nu een dame die sowieso een mix heeft. Uh -huh. Wat is je afkomst? Kaapverdiaans, kabel man, half <laughs> kabel, kabel, half Nederland. Kabel, ja. Wat weet ja. jij van kabel? Bijna niks, zeg je eerlijk? Nee. Ik heb er nog nooit echt verdiept erin. Um, en dan bedoel ik het land zelf. Ik heb natuurlijk heel veel familie in Rotterdam. Um, maar ik heb ook familie in Delft yeah. um, Wat ik wel weet, lekker eten, gezelligheid, muziek. <laughs> yeah. um, maar er komen ook wat mindere kanten bij kijken. Hè? Wij kabels hebben een handje van dat we alles maar willen weten. En, 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 en. Ik kan niet naar Rotterdam gaan hè? en dan mijn familie niks zeggen. Want dat is echt een no-go. Ik moet mijn familie zeggen van ik ben er. Het is niet altijd haalbaar om bij iedereen langs te gaan. Maar het is gewoon wonderbaarlijk om te weten... dat als ik eh, Rotterdam binnenrij of ik kom met de trein... dat gewoon echt mijn familie het al weet. Het is gewoon eigenlijk best wel sick, weet je? Dus... Ja, maar ik denk dat dat ook een stukje um, trots is. Trots, ja, zeker. Het is ook een stuk van... Hey, um, we houden zoveel van onze neef of van onze broer... of van het onze zus of Het is een stukje zorgelijkheid, tuurlijk, zeker. Wij willen die dochter ook weer mm -hmm. zien, snap je? Van die binding die wij hebben met... We willen ook aangeven: van, we hebben zo'n sterke band met, 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 met je pa. met ja. je paascafidiaan, om het voor de duidelijkheid te zijn. Die willen wij even met je delen, die willen wij met je vieren. Ja, zo tuurlijk. van: we zijn er, snap je wat ik bedoel? Ja, tuurlijk. En, en met love voor mijn familie, weet je gewoon, ik hou super veel van ze. Ik zeg eerlijk, het is uh, mijn bloed en ik ben altijd gewoon echt content geweest met mijn familie in Rotterdam. Ja. Uh, mijn neven die het super goed doen. Dat ik denk, van, zie, hey, die motivatie zit toch een beetje in die familie, weet je? Want mijn, ja. mijn neef heeft zijn eigen kledinglijn. De andere twee zijn aan het rappen. Breken ook wel, denk ik, echt binnenkort door. Um, uh, mijn, mijn nichtje is bezig met, met haar. Die ambitie is in onze familie, is dat, weet je? Dus ik kijk echt met trots kijk ik naar hun en denk ik: van ja, ja. weet je? Ja. Dus uh, ja, dat is een stukje kabel wat in mijn leven, zeg maar. Maar ik ben nog nooit daar geweest. Nog nee. nooit. Nee. Het plan is wel om volgend jaar met z'n allen daarheen te gaan, wat ik heb begrepen. Maar ja, als de corona doorzet, gaat dat niet door. En dan zal het de eerste keer zijn dat ik daar ben. Ik ben wel benieuwd hoe ik me daar ga zetten, dus zeg maar. De eerste stap die je, denk ik, gaat zetten. Ik kan het niet vertellen, want ik ben vaker geweest. Ik ben al vanaf kleins geweest. Ja, meeste kabels maar... gaan elke jaar. Ik ben nog nooit geweest. Nee, ik ben, ik ben eigenlijk tot mijn achttiende geweest. Uh -huh. En nu ben ik uh, 32. Nou ja, moet je nagaan hoe lang ik al niet meer ben geweest. Te lang. Maar ja, te lang. Te lang uh -huh. dat er ook al genoeg dingen weer zijn veranderd. Ja. Maar um, wat ik wel kan zeggen... de eerste stap die je sowieso daar gaat zetten... is meteen van... wauw, ik heb de grond bereikt... waar mijn vader is geboren. Ja, dat is wel waar zo. Waar mijn voorouders vandaan komen. Ja. Um, Hoe je het zo zegt, dan denk ik wel... als je zegt: ik moet wel gaan Die eigenlijk. eerste ik stap die je zet, die je ja. denkt van... wauw, ja, ik, ik raak gewoon de grond... Wat een beetje zanderig is. Bevoren. Stenen. Uh, ik zie mensen. Mm -hmm. Ik, 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 uh, ik uh, mag mijn blessings. Ik mag ze aanraken. Ik mag ze na het zien van op social media. Mag yeah. ik ze nu daadwerkelijk groeten. En daarnaast natuurlijk. Je wordt ook een stuk emotioneel. Omdat je ook ziet de buurt waar hij vandaan komt. Mm -hmm. um, er zijn meerdere dingen. Ik denk dat je het zelf ontdekt. En op je eigen manier moet ervaren. En ik denk dat je kinderen ook om zich heen gaat kijken van... Well, eigenlijk, hoe je het zo omschrijft, heb ik nog nooit zo bekeken, weet je dat? Nee. Nu dat je het zo zegt, denk ik, ja man, eigenlijk moet ik echt gaan. Gewoon inderdaad wat je zegt, een voet zetten op het grond waar mijn vader is geboren. Want ja, ik heb er eigenlijk nog nooit zo naar gekeken. En ik denk dat mijn vader het ook wel fijn zou vinden als ik, als ik gewoon weet en zie van... Hé, hier kom je vandaan. Dus ja. mijn opa en mijn oma, allebei zijn er niet meer. Vind nee. ik heel jammer. Ja. Eigenlijk had ik moeten gaan, terwijl ze daar nog... Tot toen ze daar nog leefden. Maar goed, weet je, het is nooit te laat. Mijn vader heeft zijn eigen huis daar. Dus ik kan ik, ik, ja, op basis ja. daar ook. Ja, tuurlijk. Ja. Ik moet het zeker doen. Zeker nu ja. hoe je het zo omschrijft. Ja. Ja. Die eerste stap die je zet. Het liefst ga ik met blij. mijn vader ook, weet je. Van, okay, we gaan samen. Maar introduceren. Heel veel dingen, Savannah, kan ik je ook zeggen. Het, ik, ik ga, ik, 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 als je daar echt gaat vloggen, Ik denk dat ik met plezier ga kijken. Ja. Maar ook met plezier ga lachen. Ja, denk je? Ja, 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 ja. Vooral... Uh... Ja, weet je, ik ben... Uh, ik ga je eerlijk zeggen, ik ben... Um, op, sommige be op sommige dingen ben ik best verwend. En yeah. als ik soms dingen hoor van... Uh, het is wel eens mogelijk dat je yeah. daar in de grond moet gaan plassen... of wat dan ook... Nou, dat valt nu wel mee. Want okay, er zijn, maar dat is wel zo. Dat was vroeger wel zo. Er okay. is nu gewoon, gewoon gelukkig, een gelukkig wc. wc uh, ja. uh, er is koelkast. Maar ik ben bijvoorbeeld ook niet degene die alles eet. Snap je? Dus dat wordt ook een issue. Ja, dat wordt, dat wordt leuker. Ja. En weet je wat ik ook nog misschien wel heel leuk ga vinden? Um, ongedieten. Ja, dat kan ik kan ook niet tegen. Dat is helemaal gek. Dat word ik gek. Kijk, en dat zijn. De, ja, tuurlijk, ik heb daar ook over. Maar je gedaan. komt zo niet. Dat valt nog best ja, wel reuze dat zeg mee. Nee, maar misschien aan de kant waar mijn vader woont niet. Nee, 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 nee. Maar oké, okay, ik ga. En die krekels die je hoort in de nacht. Maar ik word helemaal gek. <laughs> je, ja, nee, maar. Zet, ja, zet die stap. Het is, het is gewoon. Maar op een gegeven moment. Maar ik heb gehoord, ze verkopen patat. En, um, en, ja, en, maar die en, moet, je ik, moet je skippen, man. Nee, man, ik eet die hele, de hele. For real, hele, for hele, real, skip ik, die shit. Eet ik patat. Nee, ik weet niet. Ik ga je is serious. Ik weet niet hoe ik dat ga doen met eten. Want ik eet niks wat ik niet, le of wat ik niet ken. En daar wordt ook gewoon geslacht. En ik weet niet of ik dat kan. Volgens mij kom ik terug <laughs> graag mager. <laughs> dat denk ik echt. Nee, nee man. Nee, ik denk, ik denk dat jij... Of misschien ga ik wel... Misschien zeg ik dit nu wel tegen jou. Maar als ik daar ben, switch ik 180 graden. Je weet het niet. Je switst sowieso mee. 180 graden. Omdat jij dus nu inziet van wat daar gebeurt. Hoe die lifestyle eruit ziet. Klopt. Misschien en ik, ik denk dat het ook goed is voor, je, voor jouw kids, sowieso... Mm -hmm. om die stap te nemen, om te zien van... hé, hey, what's going on over here? Zeker. Snap je? En het kan nog veel erger. Kijk, en elke keer... Um, uh, 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 ik ben nu ook wat ouder, snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Dus toen ik nog jong was... In een café, hey, het was voor mij op een gegeven moment standaard. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment... Zeiden dus mijn jonge neefjes, broertjes, zusjes, whatever... die kwamen met bijvoorbeeld termen als... Um, gescheurde kleren of zo, weet je, mensen mm -hmm. hey, Hé, ik ging dat meteen op een of andere manier corrigeren naar ze. Maar ik ging ook meteen weer nadenken van... hé, hey, ik ben blij dat ik, deze, dat ik daar ben geweest. Mm -hmm. Maar ik ben ook blij dat ik heb ingezien van wat voor stokkel het is. Ja, zeker. Weet je, wij kunnen zo bekerstokken kopen. Mm -hmm. Zij kunnen dat niet, snap je? Zij moeten zoveel hebben gespaard om net een beerkast te halen. Klopt. Wij kunnen een PlayStation 4 halen. Zij kunnen nog niet eens tot een PlayStation 2 komen. Klopt, en dat is, dat is fire. Ja. En daarom is het niet zo gek dat heel veel mensen binnen onze community, de Caféliaanse community, vanuit Cap Verde vragen, hé, hey, kun jij eventueel uh, uh, schoenen regelen of whatever? Het is mm -hmm. niet zo gek dat ze die vraag stellen. Alleen je moet ook de vraag bij jezelf stellen van... oké, okay, um, hoe, hoe, hoe ga ik ervoor zorgen mm -hmm. dat dat lukt? Of hoe ga ik ervoor zorgen... Dat, hoe, ga ik, hoe ga ik diegene aangeven dat het niet altijd even gemakkelijk is? Snap je wat ik bedoel? Dus, dus, dus mensen denken altijd... Oh, komt zo, maar hier wordt ook belasting betaald. Hier wordt ook huur betaald. Hier wordt ook, hier wordt ook uh, uh, dingen georganiseerd. Sommigen komen net op het randje om rond, rond te komen. Mm -hmm. En... Uh, Eén ding, ding is wel zo. Wij zitten in een huis wat, 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 wat gesloten kan worden en wat warm is. Mm -hmm. Klopt. En daar is het nog een heel andere constructie. En ze zijn daar wel bezig met dingen. Maar ja, je kan, je kan niet alles hebben, toch? Klopt. Ja, klopt. Dat is een goede wat je zegt. Dat is ja. een goede. Ja. Ik weet wel van mijn vader. Weet je, als hij naar Cabo gaat, neemt hij altijd heel veel dingen mee. Echt. En hij stuurt ook altijd dingen op. Ja. Uh, ik heb ook een zusje daar nog. Uh, weet je, dus. Um, Wat een rijkdom ook, hè? We zijn met zeven man. Ja. Zeven, ik ben de middelste. Dus ja, mijn vader, die zat niet stil, zeker niet. Ik heb daar een hele mooie zus aan overgehouden. Uh, hele lieve zussen ook, ben ik ook super trots op. En um, ja, misschien, ja, misschien is dat ook wel gewoon een dingetje om over na te denken, weet je Want inderdaad, sommige mensen hebben het niet zo breed als dat wij het hebben. Nee. En je kan best je steentje gewoon een beetje bijdragen. Al is het gewoon. Eh, al, al, al organiseer je één verzamelpunt. Breng daar gewoon je dingen heen. Ik heb bijvoorbeeld zoveel um, uh, dingen van. Um, die ik bijvoorbeeld weg zou doen. Um, en die gooi ik dan gewoon in de kliek Maar ik kan die dingen ook gewoon opsturen. Snap je? De mensen daar hebben daar wel wat aan. Ja. Dus het is goed om over na te denken. Dat zeker. Nee, maar het is zeker. Misschien dat ik goed. met mijn vader ga. Weet je wat mijn vader. Uh, Doet die dingen ook. Ik weet niet hoe dat moet, dat opsturen en zo. Maar misschien dat ik wel mijn vader kan zeggen van... of mijn tantes, of mijn nichten, of mijn neven. Nou, ja. ik, mijn neven doen het denk ik niet. Maar um, dat ik hun kan vragen van... hé, hey, we moeten even kijken hoe we dat kunnen organiseren... en dat we dan wat die kant op kunnen sturen. Ik heb hem met mijn eigen ogen niet gezien, hè, dus ik weet het niet. Nee, nee, nee. Um, nee. Maar ik geloof, je, ik geloof je direct. Ik geloof je direct. En dat zal ook de reden zijn waarom... Uh, Ah, met... Ook heel veel dingen ja. daarheen worden gestuurd. En dan praten we alleen over één eiland. Hè, dus, maar ja, je weet toch, er zijn nog meerdere eilanden. En um, weet je, en ik heel gek, want het was ook weer zo'n besef momentje, mm -hmm. Dus is ook weer totaal nog steeds café is gericht. Mm -hmm. Weet je hoeveel neven nichten, familieleden naar me toe zijn gekomen om te zeggen van hé, hey, heb je chocolade meegenomen? <laughs> Ik zou je vertellen, daar kennen ze geen chocoladereep. Nee? For real not. Oh, dat wist ik echt niet. Nee, nee daarom voor hun niet. is het goud, snap je wat ik bedoel? Ja? Ja. Laat me een paar de reepen opsturen dan. Is het echt waar? Hé, hey, nu misschien iets meer, maar de chocoladereep als de, 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 de Tony Chocoloni misschien heeft nu voor gezorgd mm -hmm. dat het verspreid wordt, maar... Ja? Dat wist ik echt niet. Nee man, nee, daar... chocola is bij hun zo van, heb je chocola meegenomen? de rest van het snoep wat die pure, of gewoon of maakt niet uit? die repen gewoon repen nood, whatever ja? ja mensen hebben daar echt mensen hebben daar echt behoefte aan omdat, ik, ik stond erbij ik dacht van ja mm -hmm. chocola komt juist vanuit dat continent dus het moet daar aanwezig zijn ja dat maar dat is niet, niet waar nee nee ja dus misschien nu met donuts ik heb ook gewoon chocola heel lang niet, ja. ik heb ook gewoon heel lang nooit doorgehad ja? tot een paar jaar terug eigenlijk dat Cape Verde eigenlijk een deel is van afrika ik heb altijd als mensen tegen mij zeiden van, hey, maar waar ligt dat dan? Zei ik altijd, het dat hoort bij Portugal. Wist ik veel? For real? Ja, zo erg, zo wow. erg. Ik wist dat eigenlijk niet, hè. Ja. Dus nu zeg ik wel met trots als mensen zeggen, ja, maar waar komt dat? Ja, van Afrika, man. Uh, ik ben nu, nu weet ik het. Maar ik heb het heel lang niet geweten, gewoon niet. Maar er was ook nooit vraag daarna. Maar pas, weet je, als je ouder wordt en je blijft elke keer zeggen, het is deel van Portugal, dan gaan bepaalde kabels jou aankijken. Van, hè? Hoe bedoel je Portugal? Het is gewoon deel van Afrika. Het is van een Portugese kolonie geweest. Geweest, ja, precies. Maar daar, daar bleef ik me dan gewoon aan vasthouden. Waar, 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 waar zou het dan liggen, denk je? Want Cabo's hadden altijd wel. Die hebben altijd wel een, een heel ding met Portugal eigenlijk. Ja, he? ik weet het niet. Ik zeg je eerlijk, ik heb me daar nooit in verdiept. Ik heb het gewoon eigenlijk klakkeloos ja. gewoon overgenomen. Uh, ik dacht van nou ja, het hoort bij Portugal. Dus als mensen mij vragen, want die vraag krijg ik vaak. Hè? Ja. Als mensen mij vragen van. Hey, um, wat voor afkomst ben je? Zeg ik half Kaapverdiaans, half Nederlands. En dan zegt ze: Kaapverdia, waar ligt dat? Dan zeg ik altijd gewoon om. Uh, gewoon het even simpel te houden. Ja, je hoort in Portugal. En dan zeggen de mensen ook nog gewoon wel. van, Oh ja, klopt. Nee, weet ik. Dus dan, ik dacht: van dan zal ik wel goed zitten, toch? Nee. Maar ja, kennelijk is dat niet zo. Nee, 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 nee. nee maar nee. moet je nagaan, ik weet eigenlijk niet veel van Kaapverdia gewoon. Ik, ik ken mijn familie. Um, ik heb ook wat familie in Portugal zelf. Um, mijn familie woont grotendeels in Rotterdam. En eigenlijk is dat het. Katjoepen, tuurlijk ken ik dat. Lekker, heerlijk. Ik, eh, Kaverdische mensen koken super. Dus de kookkunsten ken ik ook. Ja, de kookkunsten ja. ken ik, de gezelligheid ken ja. ik. Maar alleen maar de dingen die hier in Nederland gebeuren onder de kabels, dat ken ik. Ja. Maar dat van Kaapverdië zelf, nee. Daar nee, ben ik gewoon helemaal niet mee bekend. Ja. Dat betreft ben ik gewoon een toerist. Nee, maar wat dat betreft ik ben ik blij. Ik ben blij dat ik. Vanaf kleins af aan al dingen ja, beter he? te beseffen. Maar ook qua eten en zo, weet je. En nu, overal waar ik naartoe ga, iemand maakt eten. Mijn voorkeur gaat niet naar varkensvlees. Nee, ik ook niet, man. Da, 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 Daar ben ik geen fan van. Nee. Maar uh, daar valt ook natuurlijk genoeg voor te zeggen. Want, mm -hmm. uh, want er zijn ook genoeg bewijzen voor. Maar voor de rest, joh, let's get it. Klopt. Ik ben, ik ben, ik ben uh, niet bang... Kijk, als het gaat om mm, 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 muizen, ratten, vleermuizen. Vle nee, dat hoef ik niet te oh eten. God, nee, nee, maar snap je? Er ik is mensen... nu wel gewoon erdoor. Nee, joh. Nee, maar nee. kijk, vis. Yo, wake me up. For maar that. vis eet ik, zeker. Vis eet ik. Maakt niet uit wat. Oké, okay, geen inkvis en zo, hè. Maar gewoon vis. Is ook lekker. Nee, man, dat... nee, ook niet. Ik Mo -mo eet dat ook niet. Nee. Mosselen dan? Ook niet. Nee, laat maar. Laat de skip die hele onderwerpen. Sorry, ik heb het niet te zeggen. Ik eet alleen gewoon hè, die platte vis. Ik eet ook geen mossel, hoor. Maar... Uh, vies, man. Of, of oesters. Ook. Nee, ik moet het wel hebben geprobeerd. Ik nee, ga het ik doen. Nee, ik vind dat niet. Ik vind dat geen toegevoegde waarde aan mijn leven. Of ik nou mossel heb geprobeerd of niet. Nee, vind ik niet. O, mossel heb ik wel gehad, trouwens. Krap heb ik ook gehad. Krap is wel lekker, man. Ja, krap heb ik ook gehad. Dat is lekker, inderdaad. Krap, kreeft, eet ik wel. Gambas. Eet ik zo. Oh my god, we praten over eten, man. Ik pret. Ja, sowieso eet ik dat. En dan gewoon, een beetje kibbeling of ja. hoe heet dat, die platte vis. Maar geen gekke exotische dingen. Je moet me ook geen vissoep gaan voorschotelen, want ik bedank er netjes voor. Er zijn gewoon bepaalde dingen die ik niet eet. Gewoon niet. Zoals varkenstaart staat eten. Sommige mensen. Of oren. Of geslacht. Nee, dat niet, man. Echt niet. Never. Nee. ook niet eens om te proberen. Nee. nee. Ik denk dat je een, een fijne, fijne café die gaat Ik ga krijgen. gewoon patat eten als het uh, niet anders ha, ha. moet gaan. Dat zeg je eerlijk, echt niet. Nee, echt niet. Uh, hey, of, of ze schotelen me gewoon kachoebe voor, dan eet ik dood daarin. Ik zou je wat vertellen. Je gaat me zeker vertellen dat er weer raar dingen zitten. Nee 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 nee, 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 nee. nee, nee, Je hebt het over patat frikandel ja. zo. Vroeger was dat niet altijd even mogelijk. Uh -huh. Maar wat mijn, wat mijn uh, moeder wel eens deed... Als we naar café de gingen, nam, nam ze een koeler mee. In mm -hmm. dat koeler. Met heel veel ijsblokjes en zo. Mm -hmm. Dat mocht destijds wel door de douane naar café. De. Mm -hmm. Frikandellen, hamburgers erin, weet ik veel wat. En toen we op café de waren, meteen ingevroren. Ja. En um, ik denk uh, toen wij. Uh, we waren eerst bij de hoofdstad, want daar, daar, daar is mijn moeder dus geboren. Mm -hmm. Toen gingen we naar een ander eiland. Mm -hmm. Vanaf dat andere eiland. Uh, Begon mijn moeder pata uh, neefrikadel te maken en dit mm -hmm. en dit. Iedereen snakte eraan. Okay. Ik niet. Weet je waarom niet? Mm. Come on, man. ik ben ik ben ik ben er. Dus ja, laat maar... me daar ook wat van eten. Snap je ja, wat ik bedoel? zeker, maar sta er voor open. Oké, okay, misschien wel. Echt. Sta er gewoon voor open. Als ik er ben. Ik zelf zorg dat ik mijn camera meeneem, dat ik het allemaal vastleg. Niet, niet, niet alleen kijken, maar gewoon het gewoon idee. proberen. Is, weet, je, weet je wat het is? Het hm. is een is, is, is body of work wat ze erin stoppen, snap je wat ik bedoel? Ja. Dus zij, zij maken iets. Hé, hm -hmm. hey, mijn nichtjes, ik ga lekker maken. Dit, 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 dit. Maar als jij voorkeur aangeeft van oké, okay. net nee, niet. Bij sommigen moet je voor de valiteit, bij sommigen denk moet je denken van hé hey man. Dat wordt nu met gevoel gekookt. Want mm. die handen zijn jouw handen niet. Snap je? Klopt, dat is waar. Iedereen is zijn handen en zijn kracht. Ja, dat is ook wel waar. En, en het is ook niet dat ik mensen wil disrespecten. Nee. Als dat het juiste woord is. Met dat ik een... Ik, ik weet, als ik een koud ben, moet ik. Ja. Want ik kan niet nee zeggen, want dan beledig je gewoon. Ja. Dus dat wordt voor mij wel echt moeilijk. Ga je eerlijk zeggen, wordt wel echt moeilijk. Ik denk ook gewoon dat ik dat. En ik kan mijn vader dat ook niet aandoen, man. Ik kan niet daarheen gaan en zo uh, zijn dat mijn familie tegen mijn vader gaat zeggen: maar van, Wat een dan heb je? Bij de kaars ligt dat toch gevoelig. Ik moet toch gewoon gaan eten. Ik ga het ook wel doen, maar ik, dat is nou, wel het enige waar ik tegenop zie, zeg wat ik. Wat ik er wel bij wil zeggen, shout out naar je pa, 100%. Mm -hmm. Maar wat ik ook heel vaak tegen uh, uh, vaker ben uh, voorbijgekomen: het is niet uh, om, om elke persoon te disrespecten. Het is de manier waarop je praat. Als jij bijvoorbeeld aangeeft: oké, okay, ik kom met mijn dochter. Ja, ze komt in Nederland, ze is veel vanuit dat uh, uh, culturele ding is opgevoed. En als jij dus gewoon vanuit een bepaald passie, vanuit een bepaalde energie. en ik ga ervan uit dat je pa dat sowieso doet. Uh, dan zal diegene ook weer begrijpen van: oh, mm -hmm. dat is daar. Snap oh, ja. je? Dus nu. Oh, dat doet mijn vader sowieso. Ja, dat sowieso. Dat, dan, gaan, dan gaan de dingen wat super makkelijker. Mm -hmm. Want dan, dan ga je ook overal met gevoel naartoe. Dan is niks geforceerd. Want nee, je hebt ook cool. wel. Zo, je, tuurlijk, bij, bij elke cultuur is dat zo. Je hebt ook wel wat mensen die die, 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 die dingen forceren. Mm -hmm. Zo van: dit moet je. Mm -hmm. Nee, ja. niet moet Dat is dus weer die niet-essentiële moed. Ja. Nee. Ja, dan ga ik het niet doen, hè? Van je moet dat eten, dit dan ga ik Leer werken. iemand kennen, probeer daar te zitten, ja. en, want dit is niet de het. Is, dat is niet het enige. Hè. Het is ook de taal. Ik spreek het gewoon niet. Nee. Dus als ik ga, ga ik gelukkig ga mijn zus mee, weet je wel. En ben, ben ik met mijn familie die wel gewoon Nederlands kan, dat is heel fijn. Maar um, toch wil je ook wel een beetje wat mee kunnen. Ik, ik versta het wel als, je, ja. als ik gewoon als ik in Rotterdam ben bij mijn familie en ze praten, 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 dan op een gegeven moment begin ik ze te begrijpen. Ja. Maar het is ook fijn om gewoon met ze mee te kunnen praten. Dus dat is dan ook weer een dingetje. Weet oh, je, ik precies. ben gewoon heel erg... Uh, hoe zeg ik dat nou? Uh, een beetje verwend, denk ik, met dat gedrag, denk ik. Van, ik vind dat vaak... Ik vind je dat weet snel niet beter. Eng. Ja, ik weet niet beter. Dat is het juiste. Ik weet niet beter. En dus blijf ik maar in die comfortzone. Maar nee, dat en... is hetzelfde als met het hele vrouwengebeuren. Dan moet je een keertje uitstappen. Wil je wat verder dingen bereiken, snap je? Dus dat sowieso. Nee, dus, maar dat is dat het. Je weet, weet niet beter. Mm -hmm. En nu... Uh, dat er bepaalde dingen tegen jou is gezegd, mm -hmm. ben, jij, ben jij meer gaan denken van oké, okay, ik, 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 uh, ik hoor wat ze zeggen, dus dit inspireert me, dus dit zet ik op. Mm -hmm. En door wat jij dus nu hebt opgezet, zet ik voort. Mm -hmm. En het enige wat je kan doen is elke keer ontdekken en uitzoeken, hé, hey, mm -hmm. knop om, positiviteit, let's ja. go. Zeker. Dus ik denk dat dat, dat, dat hem is. Ook daar zit dat stukje inderdaad. Even uit je comfortzone stappen. Ja, even uit je comfortzone. Wat er meer dingen. Misschien ga ik wel wonen daar, je weet het niet. <laughs> nee, nou, nee, dat gaat niet. You voeren. will never know. Nee, dat gaat sowieso niet gebeuren. Ik, ik zou je vertellen: ik ken iemand die, die, die gewoon voorbloed Nederlands is, die wil daar wonen. Ja. Eerste, hij heeft nu een Caviteanse vrouw, maar hij zegt: Ik wil daar wonen. Hij verstaat geen moe mm -hmm. van wat er gezegd wordt. Hij begint nu wel een beetje te begrijpen. Maar deze man heeft daar een imperium gebouwd voor de fam, voor mm -hmm. zichzelf, voor de vrouw. En uh, dat die kinderen ook altijd van voor, voor, voor harte welkom uh, zijn. Yeah. Maar hij wil daar wonen. Nou ja, yeah. that makes him happy. Ja, misschien jij ook. Je, je ja, weet, weet het niet. niet. Je We weet het niet. niet. Ik denk dat het ook uh, goed is uh, om de show uh, af te sluiten. Mm -hmm. um, wil je nog wat zeggen tegen de mensen uh, die nu zeg maar naar de balans podcast luisteren uh, about that group about niet zozeer uh, want het moet niet alleen over die Facebook-groep gaan weet je dat is bijzaak het enige wat ik wil zeggen is um, dat vrouwen gewoon um, wat meer naar zichzelf moeten gaan luisteren weet je ja. wij zijn niet wat een ander over ons zegt wij zijn onszelf vind die kracht in jezelf en dat is om die verandering te maken is het enige moet dat je moet starten bij jezelf. En um, weet je... Ik probeer, ik probeer en ik hoop dat ik dat volgend jaar... gewoon uh, een betere platform kan geven. Dat ik meer dames mag bereiken daarin. En um, ik ben bezig met mijn website. Die komt straks uh, online. Podcasten komen eraan. Interviews komen eraan. Opzet komt yeah. eraan. Dit is een andere oh. podcast. Ik jaag altijd mensen toe als ik hoor... er komt een podcast aan, kom er ja, komt een video show aan. Ja, zeker. Komt een visuele content? De wow, oh, yeah. Ja, jij toch? Dus mm -hmm. uh, keep doing what you yes. must doing. En waar kunnen mensen je vinden, uh, Facebook, Instagram, Snapchat? Overal ben ik aanwezig. 24/7. Uh, zometeen komt uh, dus de uh, website komt, uh, online live uh, via daar natuurlijk. Eigenlijk ben ik niet moeilijk te vinden, nee. mensen uh, weten inmiddels een beetje wie ik ben. Uh, als vrouwen ook zoiets hebben van hé, ik wil mijn verhaal ook naar buiten brengen, want ik denk dat het heel veel vrouwen kan helpen. Nou, moet je me zeker connecten, want dan ga ik daar zeker uh, naar luisteren. En dan gaan we daar zeker gehoor aan geven. Uh, ja, ik ben eigenlijk altijd bereikbaar wel. Of ik altijd direct reageer, is het, is het, is het een ander punt. Want ja, ja. ik ben super druk, dat wel. En ik heb ook dingen waar ik echt mijn. Dat is mijn prioriteit. Het zijn mijn kinderen, weet je wel. Mijn thuisbasis, dat is belangrijk. Um, mezelf staat ook op nummer één, samen met mijn kinderen. En daarnaast komt de rest. Dus ik ga zeker naar je luisteren, naar je horen, alles. Maar wel gewoon... First in first. Juist. Yes. Oké. Okay. Nou, dan wil ik jou bij deze bedanken. Alsjeblieft. Um, voor de mensen thuis. Abonneer, vergeet niks. Um, er komt hierna nog één aflevering. Yes, nog één aflevering. Dan is het seizoen uh, nummer drie Afgesloten. Dit is uh, Promenario. Sales in the building. Later. Tot ziens. Tot ziens. Peace.